Dames en heren, topsporters. Welkom terug in Nederland. Welkom terug in een trots Nederland. Trots op jullie die mee hebben gedaan aan de Paralympische Spelen in Rio. Met groot succes hebben meegedaan. We, zeg ik maar even chauvinistisch, we hebben maar liefst 62 medailles gewonnen. Ruim 50% meer dan 4 jaar geleden in Londen. Sporten op het hoogste niveau is niet iets dat je er even naast doet. Dat geldt voor alle deelnemers aan Olympische en Paralympische Spelen. Het is trainen, trainen, trainen. Om het anders te zeggen, bloed, zweet en trainen. En voor sommige televisiekijkers werd pas duidelijk hoe hoog het niveau is toen ze naar de 1500 meter keken voor slechtziende mannen. Winnaars van goud, zilver en brons liepen alle drie sneller dan de winnaar van het goud op de Olympische Spelen. Met zijn tijd had de Olympisch kampioen geen medaille gewonnen op de Paralympische Spelen. We hebben van jullie allemaal, van ieder van jullie, genoten. Gaan jullie nu genieten van de feestelijkheden. Daarna kijken we weer verder vooruit naar Tokio 2020. Waar we natuurlijk hopen op weer medailles. Het zal niet makkelijk zijn. Maar ik heb gisteren van Marlou van Rijn iets geleerd. Zij vertelde me over de financiële problemen in Rio. Die er bijna voor zorgden dat er roet in het eten werd gegooid. Dat de Spelen misschien niet door zouden gaan. En hoe daar toen vanuit het Paralympisch Comité gereageerd is. We zijn het gewend om obstakels te overwinnen. Die vasthoudendheid, die vitaliteit, die veerkracht, daar heb ik waanzinnig veel respect voor. Jullie hebben er goud, zilver of brons mee gewonnen. En ik weet zeker dat het jullie nog veel verder zal brengen. Nederland is trots op jullie.